Goedenavond, kampioenen! Het 35e sportgala, waar natuurlijk alleen maar de kampioenen natuurlijk met het middelpunt staan en ook vanavond. Het is een echte traditie in Rumun. Al 35 jaar werden elk jaar de winnende sporters van de gemeente Rumun in het zonnetje gezet. Elke sporter die op maat van niveau dan ook kampioen is geworden, die kreeg een uitnodiging om naar de Oranjerie te komen. En daar wordt nog altijd massaal gehoor aan gegeven. Maar de laatste jaren zijn er ook andere geluiden te horen. Sponsoren huiken af en ook de verenigingen vragen zich af of het sportgala nog zijn waarde heeft. Donderdagavond was er echter weinig van te merken. De sfeer zat er gelijk goed in de Oranjerie. Zoals elk jaar kregen de kampioenen hun medaille nadat ze naar voren waren geroepen door presentator Dre Peters. De presentator die er overigens vanaf het eerste oerbie is. Dit is de 35e keer. Ik ben ooit een keer de oprichter geweest van het sportgala. En dit is de 35e keer. Maar bij wit, van zijn we zo nog een zoekje of dit nog wel de juiste formule is. Er moest alles een beetje weer een stukje leeg gaan. Hè. Dus even bij de lui toetsen, bij de sporters zelf. Maar we hebben weer de volle bak vanavond. Dus ik ben een oude kampioen. Dus ik zit er wel weer zitten. Ja. En voor de sporters is dit toch wel een feestje. Want er zijn nog altijd weer mensen die voor het eerst komen vanavond. Hè. Ze moesten dat ook zien. Ja, ik moest bedenken dat ik zelfs vaders heb gehad hier. Die vroeger als kind een medaille heb mogen uitreiken. En nu zijn de kinderen hier. En het zou me niet verbazen of er al kleinkinderen zijn. Hè. 34 jaar, een hele tijd. Alleen de namen zijn veranderd. Hè. Waar dat vroeger de Jantjes en de Pietjes. Hè. Nu heb ze zo'n arsenaal namen dat ik me af en toe door wat een beetje de tong overbreng, moet ik zeggen. In de B-klasse. Leslie Sporsen heet ook Destiny Mergelsberg. En dat is zuiddeels kampioen tot 32 kilo. Is dat er niet? Oh, dat is er niet. Dan moet hij één medaille extra krijgen. Hij kreeg één medaille extra voor Destiny, maar dat is er niet. Dat moet studeren van pap. Dan gaan we naar Kaijo. Jurel Beren, Olympisch kampioen jeugd, doet 34 kilo. Kaijo en ook Rachif Comerades, Olympisch kampioen. Ja, ja. Nola Giovanni zijn de trainers, dat weet je. Nola Giovanni Hofman. Kaijo met Chantal Groeneweg. Olympisch kampioen jeugd, doet 36 kilo. Het sportgala probeert ook altijd een bekende sporter naar hem in te halen. En dat was ook dit jaar weer gelukt. Alhoewel deze sporter niet wie het hoofde te rieën. De Ruiverse topjudoka Jules Fransen was uitgenodigd om de prijzen uit te reiken. Ja, dat is natuurlijk eigenlijk goed feest. Heel veel kinderen natuurlijk in de zaal. Dat is natuurlijk wel mooi, want dat zijn de kampioenen van de toekomst. Dus het is mooi om die te motiveren met een mooie prijs. Ja. Zelf druk bezig, hè? Dus volop in training hoorden we net al. Ja, we zijn voorbereid natuurlijk voor de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. Dus vandaag twee trainingen gehad, maar ik, met alle plezier kwam ik naar Rumeun toe om deze avond mee te maken. Ja. Misschien spierpien nu als ze nog zo op de hoge hakken mocht staan vanavond. Nou, ik pas wel even gaan zitten net, maar 3 uur op de hakken stonden ben ik natuurlijk niet gewend. Maar met oog wel ook wat, dus die hakken die gaan goed aan. Ja. Ja. Heb je langer dan op de blote veur op de judemat inderdaad? Jazeker, is weer het gedaan als langer omgegooid. Ja. Dus hellend trainen, wordt een spannend moment. Wanneer wordt de beslissing gemaakt of ze kind gaan? Ja, eind mei werd door het Judobond Nederland besloten WM naar Rio de Janeiro omhoog. Dus het zal tussen Annika van Emden en mij gewoon. En we zullen zien in het langste eindtraject. Ja, het werd spannend. Weer op een ruiver op de Olympische Spelen. Dat hopen we ook. En is het niet in 2016, dan is het wel in 2020. Toch ongeveer. Optreiders waren er natuurlijk ook. Tem Dance zorgde voor de dans. En er waren optredens van Yvette Nesselaar en Jimmyke. Het sportgala is er natuurlijk voor de sporters. En als die niet meer naar de Oranjerie zouden komen, dan is het natuurlijk gedaan met het draagvlak voor het sportgala. Donderdagavond bleek dat het sportgala in Rumun wel degelijk toekomst heeft. Met name de jeugd vindt het ontzettend leuk om op het podium te staan. En zo werden de sportieve prestaties niet alleen op het veld beloond, maar ook in het plusje van de Oranjerie.